Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik het met jou hebben over correct corrigeren. Oftewel, hoe straf je je paard op de juiste manier en in welke situatie straf je je paard? Zul jij hier meer over weten? Dan blijf zeker kijken. Zoals ik al zei, we gaan het vandaag hebben over hoe corrigeer je je paard. Corrigeren ofwel straffen, want dat is de wetenschappelijke term, is natuurlijk iets wat we zo min mogelijk willen doen met ons paard en wat we stiekem veel te vaak doen. En dat is eigenlijk ook waarom ik er nu een video over maak, want ik ben natuurlijk heel erg van belonen, maar er zijn situaties waarin je je paard natuurlijk straft of corrigeert. Wat is het doel van straf? Het doel van straf is het gedrag wat je op dat moment ziet bij je paard te stoppen. En dat is ook het enige wat je met straf kan doen. Je paard leert helemaal niks van straf, want het geeft helemaal niks over wat wil je wel. Het zegt je alleen maar iets over wat wil je niet. Hij gaat niet beter wijken op het moment dat je hem straft voor niet goed wijken, want hij weet niet wat het dan beter moet of hoe het dan wel moet. En dat is dus heel belangrijk om je te realiseren. Wanneer zet je een straf in? Sowieso nooit eigenlijk binnen een leerproces als je wil dat je paard iets beter gaat doen of iets gaat begrijpen. Straf is er dus echt voor bedoeld om gedrag te stoppen. En straf hoeft niet altijd vanuit jou als persoon te komen. Bijvoorbeeld het schrikdraad geeft ook straf. Want het moment dat het paard het schrikdraad aanraakt, corrigeert dat schrikdraad direct dat gedrag van het paard. Het aanraken van het schrikdraad. En daar kom jij niet aan te pas. En dat is ook het meest fijn als je op die manier kan corrigeren. Want dat schrikdraad corrigeert emotieloos per direct. Dus het moment dat het paard hem aanraakt, pas. Waardoor zo'n paard dus heel snel leert, doe ik beter niet. De schrikdraad vertelt ook niet wat hij wel moet doen dan. Ik bedoel, dat schrikdraad zegt niks over binnen de wei blijven. Dat schrikdraad zegt alleen maar iets over het aanraken van het draad. Dus als het paard voor elkaar krijgt om onder het draadje door te kruipen, ja, en daarbij geen schrikdraad aan te raken, dan doet hij dat. Daar zegt het schrikdraad niks over. En dat is dus ook belangrijk. Je leert je paard dus niet door achter het schrikdraad te blijven dat hij in de wei moet blijven. Je leert hem alleen maar dat hij niet aan het draadje mag komen. En dat is ook hoe straf dus werkt. Straf stopt gedrag. Dus als jouw paard jou bijt en jij corrigeert hem daarvoor, is het dus A, heel belangrijk dat je heel snel bent. Want als je te laat bent, weet hij niet meer waar het over gaat. Jouw paard snapt niet, als jij een halve minuut later bij wijze van pas hem een klap geeft, dat je eerst je bijtwond zit te inspecteren en te kijken hoe diep die is, hoeveel pijn die doet en verrek hij bloed zelfs. Als je dan nog gaat corrigeren, ben je veel te laat. En dan snapt jouw paard dus niet meer dat hij straf krijgt voor het bijten. Hij denkt dan dat hij straf krijgt voor naast je staan, bijvoorbeeld. En dat is ook het moeilijke van goed straffen, om dat op tijd te doen. En dat is ook waarom dat we zo min mogelijk willen straffen. Omdat de kans dat je goed op tijd bent en een correcte straf geeft, vaak heel klein is. Het tweede wat heel belangrijk is als je corrigeert, is dat je het emotieloos doet. Het is niet de bedoeling dat jij je frustratie gaat botvieren op je paard. Je boosheid, je emotie. Het is de bedoeling dat je je paard het gedrag laat stoppen. Dat moet je doel van straf zijn. En ook dat zie je dus te vaak. Mensen die hun frustraties botvieren op hun paard. Ze hebben een proefje gereden. Het paard deed in de proef niet braaf. Ze komen dus uit de wedstrijdring. En gaan dan eens even lekker op hun paard zitten slaan met de zweep. Dan ben je dus niet je paard aan het straffen. Dan ben je je eigen frustraties aan het botvieren op je paard. En ja, daar vind ik wat van. En dat is niet positief wat ik daarvan vind. Straf is prima als je dat dus correct inzet, maar vooral ook dus emotieloos. En ook als je dus gedrag corrigeert. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld een paard heb die heel erg bewegelijk is, dan ga ik de bewegelijkheid corrigeren. Dus ik stop het bewegen. Maar ik doe dat wel emotieloos. Ik kijk niet eens naar dat paard daarbij. Ik zet hem gewoon iedere keer weer terug op de plek waar ik hem heb. Dus ik corrigeer het bewegen. Ik stop het bewegen. En op het moment dat hij op zijn plek staat en even stil staat, dan kies ik ervoor om te zeggen van nou, zo ben je een knap paard. En dan kan ik eventueel ervoor kiezen om met een beloning te belonen, met een koekje of met een knuffel, met aanraking of juist met rust. Ja, net afhankelijk van de situatie van het paard, van de persoon bij wie ik ben, welk paard het is, wat ik van dat paard mag verwachten. Dus sowieso zorg dat je straft op exact het goede moment en zorg dat je emotieloos straft. Wat ook nog heel belangrijk is bij straffen, dat is dat je de juiste hoeveelheid, de juiste dosering straf geeft. En daar is de stelregel: zo groot als nodig, maar zo klein als mogelijk. En dat is misschien ook wel het moeilijkste aan straffen. Om niet te groot te straffen, ook niet te klein. Als je te klein straft, maakt het geen indruk. Stop je het gedrag niet. En blijft het paard dus doen wat hij doet. En gaat hij een beetje dood worden voor die straf. Waarvan ja, het zal wel. Als je te groot bent, is hij te veel onder de indruk. Raakt hij in de stress, in paniek.
En dan leert hij ook niks meer. Dus dan leert hij ook niks van die straf, dat hij dat dus niet meer moet doen. Dan leert hij alleen maar, ja, hij leert helemaal niks. Hij is gewoon dik in paniek. En dat wil je ook niet. Dus altijd zo groot als nodig, zo klein als mogelijk. En hoe groot is dat dan? Hoe klein is dat dan? Ja, it all depends. Ieder paard is anders. En er zijn paarden waar ik zo doe. En dan staat zo'n paard al in de hoek met zoiets van, help, maak me niet dood. En er zijn paarden waar ik echt een keer met mijn zweep kludoink doe om te zeggen van, joh, dit mag echt niet wat je nu doet. It all depends. Maar ik straf zo min mogelijk. Ik probeer echt straffen zelden uit te voeren, maar ik gebruik het wel. En op het moment dat jij het gevoel hebt dat je je paard zou moeten straffen, vraag je dan als eerste af, kan het niet anders? Want stel dat jouw paard staat te schrapen op de wasplaats, dan hebben heel veel mensen neiging om dat schrapen te gaan straffen. Alleen realiseer je bij straf dat negatieve aandacht ook aandacht is. En als jouw paard dus moet kiezen tussen geen aandacht en negatieve aandacht, dan gaat hij op een gegeven moment de straf uitlokken om maar contact te krijgen. En wat leer je dier verder nog, je paard in zo'n geval, dat als jij zelf straft, je alleen maar kan straffen als jij in de buurt bent. Dus wat krijg je met zo'n schrapend paard? Op het moment dat jij de hoek omgaat, staat hij een partij te kappen tot en met. En op het moment dat jij weer aankomt lopen, staat hij snel met 4 voetjes aan de grond. Heb je hem dan geleerd om niet meer te schrapen? Of heb je hem dan geleerd om niet te schrapen als jij in de buurt bent? Je ziet dat heel veel bij huisdieren natuurlijk. Katten die niet op het aanrecht mogen of honden die niet op de bank mogen. Op het moment dat het baasje niet in de buurt is, lopen de katten over het aanrecht en de hond ligt lang uit op de bank. Op het moment dat het baasje dan in de buurt komt, rennen de dieren snel van het aanrecht en van de bank af. Want oh god, daar is het vrouwtje. En als die het ziet, dan krijgen we op ons flikker. Die hebben dus niet geleerd dat ze niet op het aanrecht mogen of niet op de bank mogen. Die hebben alleen maar geleerd dat als hun mens in de buurt is, dat het niet mag. Of sterker nog, dat die daar dus op reageert. Dat die dan ineens boos wordt. En dat boos worden willen ze graag voorkomen, dus gaan ze er vanaf. Maar er hebben geen link gelegd tussen het gedrag, het lopen op de aanrecht of het liggen op de bank, en de straf. Ze hebben alleen maar een link gelegd tussen een eigenaar die ineens heel boos wordt als zij daar zijn. En dat is belangrijk om je te realiseren, dat dieren dus niet denken van, oh, wat ik nu doe, mag ik niet doen. En dat komt omdat bij zoiets als dat, waar wij dus als mens last van hebben, daar kunnen wij niet altijd op corrigeren. Dat stroomdraad, als het goed is, staat dat altijd aan, dat corrigeert altijd. Dus als dat paard het nu vandaag doet, morgen, vanavond of 's ochtends, maakt niet uit, dat stroomdraad corrigeert hem. En ook daarin zie je dat paarden ooit geleerd hebben, als je bijvoorbeeld stroom er handmatig afhaalt als jij op de wei bent, dat als jij op de wei bent, dat ze wel in het stroom kunnen hangen, of in het draad kunnen hangen. En als jij er niet bent, dat het dan niet kan. Dus ze gaan het heel snel linken aan mensen. Ik heb in de tijd bij het Balingenhof stage gelopen en gewerkt, als vrijwilligerswerk gedaan. Het was een trainingscentrum voor paarden met gedragsproblemen. Het bestaat nu niet meer. En ze haalden ook paarden uit Spanje. In Spanje kennen paarden geen stroom. Paarden staan daar altijd achter een houten of stenen omheining. Dus stroom is helemaal nieuw voor ze. Op het moment dat wij deze paarden gingen leren wat stroom was, we hadden 1 paddock, die was van hout, met stroomdraadjes erlangs. Dan zorgden we dat eerst alle mensen uit het zicht waren, voordat we de stroom op de omheining zetten. Want als er iemand in de buurt was, dan was de kans heel groot dat dat paard, de klap die hij kreeg van het stroomdraad, direct linkte aan de persoon. Omdat het zo onwaarschijnlijk is dat het hek pijn doet, dat het die persoon die daar staat wel geweest moet zijn die hem ineens pijn deed. En zo linken dieren dus eigenlijk aan mensen de straf. En dat komt vaak ook omdat mensen ze heel vaak pijn doen. Dus dan is het op een gegeven moment ook heel logisch dat het de mens wel zal zijn geweest die je weer pijn deed. En doordat dieren dus snel aan ons linken, gaan ze het ook minder snel linken aan hun gedrag. Maar dus eerder aan jou, aan hoe jij in je vel zit. En dat komt ook omdat we vaak met heel veel emoties straffen. Dus op het moment dat je daar al veel emotielozer wordt en alleen het gedrag corrigeert, helpt natuurlijk ook al enorm daarbij. Kortom, wat dus belangrijk is als je straft, zorg dan dat je emotieloos straft, dat je exact op tijd straft en dat je zo groot als nodig en zo klein als mogelijk straft. En probeer zo min mogelijk te straffen en zet je straf alleen in om echt gevaarlijk gedrag te elimineren. Dus het moment dat jouw paard jou bijt, naar je uithaalt, zijn kont naar je toe draait, naar je steigert, weet je wel, al dat soort gedragingen corrigeren. En daarin ben ik ook niet flauw als zo'n paard bijvoorbeeld echt naar je uithaalt, dan gewoon zo hard als je kan. Want ik heb liever dat hij dan even echt onder de indruk is, dat hij dat echt niet mag doen, dan dat je daar te lauw bent en dat hij, ja, want hij is al boos,
dat hij gewoon doorgaat. Hij moet wel echt onder de indruk zijn dan. Maar als je met zo'n paard te maken hebt die echt gevaarlijk is, dan zou ik zeggen, ga daar niet zelf mee aan de gang. Haal er een professional bij. Want we moeten natuurlijk ook gaan uitzoeken, waarom doet dat paard zo? Ik bedoel, hoezo valt dat paard jou aan en hoe kunnen we dat gedrag gaan ombouwen? Maar in dat soort situaties mag je natuurlijk corrigeren. Maar bij alle andere situaties ga je dan dus eerst afvragen, kan ik het niet op een andere manier aan mijn paard gaan uitleggen? Want van die correctie leert hij niet hoe dat het wel moet. En als hij niet weet dat jij wil dat hij stilstaat op de poetsplaats, hoe moet hij dat dan weten? Dan kan jij wel dat schrapen corrigeren, maar hij weet niet wat je dan wel wil. Terwijl als jij hem gaat vertellen wat je wel wil, stilstaan op de poetsplaats en je gaat dat belonen, dan zul je merken dat hij op een gegeven moment gewoon heel graag stilstaat op de poetsplaats. Omdat het voor hem meer oplevert om stil te staan dan om te gaan staan schrapen. Dat wil ik je heel graag meegeven. Ga omdenken. Wil je dat het paard doet? Ga daaraan werken. Ga niet alleen maar in het wilde weg van alles roepen nee, 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 nee. En wat ik ook heel belangrijk vind, die vergeet ik bijna bij het corrigeren. Wat ik heel veel zie is dat mensen corrigeren met nee, niet doen. Weet je wel? Maar dat is allemaal stem. En ondertussen in hun lijf gebeurt er eigenlijk niks. Sterker nog, het kan zelfs zo zijn, niet doen. Terwijl ze achteruit gaan, terwijl ze zichzelf wat kleiner maken, terwijl ze overduidelijk het spannend vinden. En ik begrijp dat dit soort situaties heel spannend kunnen zijn. Een correctie geef je meestal op het moment dat een paard heel druk of lastig of moeilijk is. Alleen het vervelende is, paarden kunnen geen Nederlands. Dus ze horen geen nee. Ze horen geen ze horen geen niet doen of hou daar eens mee op. Wat ze zien en wat ze horen is de paniek in je stem, het terug uitschieten van jou en het onzeker worden. En wat leert je paard dat daarvan? Nou, dat jij het eigenlijk ook niet weet. En dat jij onzeker bent en twijfelt. En daar heeft hij dus helemaal niks aan. Want een kuddedier voelt zich niet heel prettig bij iemand die onzeker is, die twijfelachtig is. En ik snap dat jij je zo voelt, maar het heeft dan weinig zin als jij je zo voelt om te gaan proberen te corrigeren. Want je paard heeft jou in de gaten. Jij bent dan niet congruent, dus je bent niet wat je uitstraalt, niet hetzelfde als wat je doet. En jouw paard voelt dat feilloos. Ik snap dat je je dus onzeker kan voelen en ik snap dat je dat moeilijk kan vinden, maar je kan dan nog beter gedrag negeren dan dat je gedrag corrigeert, terwijl jij dus niet congruent bent en daar dus niet die zekerheid voelt die je daarvoor nodig hebt. Ik weet dat mijn neef bijvoorbeeld, als klein jongetje van 4, op een gegeven moment tegen zijn moeder zei, toen ze heel boos op hem was, om iets wat hij gedaan had, wat eigenlijk heel grappig was. Ach mam, houd toch op, je ogen staan te lachen. Ook kleine kinderen voelen gewoon of jij het meent of niet. Of jij, en kijk, je bent voor je kind ben je meestal niet angstig, maar ja, als je het eigenlijk heel grappig vond en jij zegt tegen hem, dat mag je nooit meer doen, terwijl je eigenlijk het heel, heel leuk vindt, ja, dan komt dat dus niet over. Dan is dat geen goede correctie. En dat geldt voor je paard idem dito misschien nog wel meer, want zij kunnen helemaal geen taal. Dus dat wat jij zegt, moet je ook voelen. En energie is 100 keer belangrijker dan, dan je woorden. Dus als jouw energie is van moeilijk, spannend en oh jee, ik hoop dat hij nou wel van me onder de indruk is. Ja, sorry, maar dan gaat hij dus niet van je onder de indruk zijn. Dus zorg dat je congruent bent. Zorg dat dat wat jij uitstraalt ook hetgene is wat je voelt. En als dat niet is, ja, dan is het enerzijds natuurlijk de vraag, hoe kunnen we jou gaan helpen dat je daar je zekerder in gaat voelen en dat wel gaat voelen. En anderzijds, ga dan niet proberen te straffen. Kies er dan voor om bijvoorbeeld, als je met je paard gaat klikkeren of wat dan ook, met een hek ertussen te werken. Als je een paard hebt die het je vaak heel moeilijk maakt, zoek er dan dus hulp bij. Iemand die jou kan helpen, enerzijds om jou zekerder te laten voelen en anderzijds om je paard een beetje beter op te voeden, zodat jullie samen uiteindelijk prettiger kunnen werken. Dus, als je corrigeert, zorg er dan voor dat je op tijd bent, op het juiste moment, dat je emotieloos bent en dat je zo groot als nodig, zo klein als mogelijk corrigeert. Tevens zorg je ervoor dat het gedrag wat je corrigeert niet op een andere manier opgelost zou kunnen worden. En je zorgt dat jij congruent bent, dus dat dat wat je uitstraalt ook is wat je voelt. En als je je hieraan houdt, dan corrigeer je altijd correct. En dan hoop ik dat je gewoon eigenlijk nagenoeg nooit hoeft te corrigeren. Want dat zou natuurlijk uiteindelijk wel het allerfijnste zijn. En corrigeer dus echt eigen veiligheid. Want daar is de correctie voor bedoeld.
Ik hoop dat je dit een leuke en interessante video vond. Als je dat vond, vergeet niet, doe even een duimpje omhoog. Als je dat niet gedaan hebt, dan zeker abonneren. Dat is helemaal gratis. Je zit nergens aan vast. Vergelijkbaar met het volgen op Instagram of met het vriendjes worden op Facebook. Dus kost je helemaal niks. En ik zou het super tof vinden als je hieronder nog even een reactie plaatst wat je van deze video vond. Want als jij wil dat meer mensen deze video zien, omdat je denkt dat het belangrijk is dat meer mensen realiseren wanneer je corrigeren mag en in welke setting, dan helpt het mij enorm als jij dus inderdaad reacties plaatst, liked en abonneert. Want deze video wordt dan door het algoritme van YouTube opgepikt. Dus als je dat wil doen, heel graag dankjewel. En dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!